Bienvenue à Kinderdijk. Welcome to Kinderdijk. Ja, daar zijn ze weer, de toeristen. Uit alle hoeken van de wereld komen mensen zich vergapen aan de molens. Maar niet alle molens staan er even netjes bij. Er wordt hier en daar nog gerestaureerd. Alles bij elkaar gaat dat 3,5 miljoen euro kosten. Gelukkig voor Cor en Tieneke hebben zij een groot deel van hun restauratie al gehad. Vorig jaar was het een behoorlijke rotzooi. En dat betekende dus dat de grote draglines over ons mooie erf reden. En dat ze dus met damwanden de molengoten hebben droog gelegd. En daarna zijn de metselaars en alles gekomen om de molengoot te renoveren. Ik vertel het nu vlugger dan de werkelijkheid is, want dat heeft bij elkaar pakweg een maand of 4 geduurd, schat ik. Die restauratiewerkzaamheden aan de goot zijn nu bij deze molen in volle gang. De goten staan al honderden jaren onder water. Dat water wordt door het scheprad van de lage kant naar de hoge kant gemalen, om zo de boel droog te houden. En die honderden jaren van water hebben, zoals u ziet, hun tol geëist. 6 hebben we gedaan, maar het is iedere keer anders. Er is geen ene molen eender, het is allemaal verschillend. Maakt dat het juist ook leuk? Nou, in ieder geval spannend als er weer een bloot gegraven wordt wat er weer tevoorschijn komt. En dat, het is heel divers. Van uithakken, slopen, beton, alles door elkaar heen. Naast de goten moet er nog veel meer gebeuren. Er staan nog rietdekkerswerkzaamheden gepland. Er staan nog 3 molens waar nog aan de waterlopen wordt gewerkt. En de 1 molen, daar is nog een heleboel molenmakerswerk aan te doen. Cor en Tieneke zijn nog niet klaar. Binnenkort wordt het riet vernieuwd. Het is wel een gedoe, hè, zo'n molen? Ja, het heeft zijn voor- en nadelen. We wonen hier hartstikke mooi. Hè. Het is echt uniek om hier te wonen. Het nadeel is, een molen is best wel een woning die nooit af is. Ik ben gewoon blij als misschien eind volgend jaar alles achter de rug is, dat we een hele mooie molen hebben. Henk Bronckhorst zal ook blij zijn als de restauratie in 2011 klaar is, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Toeristen vinden het ook leuk om te zien hoe dat gebeurt en waar we mee bezig zijn. En dan kunnen we het af en toe ook eens laten zien hoe zo'n molen nou in elkaar zit. Niet alleen boven water, maar ook onder water. En dus zullen we de komende periode weer in alle talen welkom horen. Benvenuti in Kinderdijk! Welkom in Kinderdijk. Kinderdijk. Kinderdijk.